Het bedrijf waar Frits de general manager is, is van 127 man teruggegaan naar 74. En die ontslag blizzard is nog niet ten einde. Frits is bang voor zijn baan. Eigenlijk is hij doodsbang. Frits is dus doodsbang om zijn baan te verliezen. Overdreven misschien, maar niet in zijn beleving. Hij is eind 50, heeft nog één studerend kind en een tweede huis in La France. Frits heeft 20 jaar niet meer gesolliciteerd. Hij vraagt aan mij hoe ik denk dat de vlag erbij hangt. Sta ik hoog genoteerd op de ranglijst der ontslagen? Dat weet ik natuurlijk niet. Er zijn allerlei studies gedaan en rapporten gepubliceerd over ontslagrisico's van general managers. En daar staan cijfers en percentages in. Maar die kun je zelf ook wel raden. Die vlag ziet er niet goed uit. Hoe goed Frits het ook doet als general manager, als zijn raad van commissarissen een signaal wil afgeven, dan is Frits zijn baan kwijt en dus de helft van zijn inkomen, op den duur. Mijn vraag aan Frits is, hoe erg is het eigenlijk om te leven van de helft? Kom op Frits, wat kan er gebeuren? Oké, je moet je huis verkopen. Van je herenhuis aan de rand van de stad naar een appartement in het havengebied. Zijn Tesla moet worden ingeleverd. Het studerende kind moet zelf bijdragen. So what? Zolang Frits zich maar niet focust op termen als ontslag en fail en zonder werk en ik ben opgeofferd. Zolang Frits maar niet vasthoudt, maar loslaat. Het leven zit vol onzekerheden en tegelijkertijd vol perspectieven. Eenmaal ontslagen kan Frits eindelijk die wereldreis gaan maken. Promoveren. Zich verdiepen in de Franse literatuur. Les gaan geven, want dat lijkt hem leuk. Kortom, wees niet bang voor veranderingen. Je verliest iets goeds, niets aan gelogen. Maar je wint wellicht iets dat nog veel beter blijkt te zijn. Ontslag is soms de helft van je inkomen, maar twee keer zoveel leven. Los. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy. Wil je meer video's zien? Klik dan hier of daar. Geef je een duimpje als je deze video boeiend vindt en via de link in de beschrijving kun je een meet-up call met me inplannen. Of abonneer je en druk op het bel-icoontje. Elke maandag en donderdag ontvang je dan een nieuwe video. Super bedankt voor je aandacht.